Hallo allemaal, vandaag wil ik met jullie darts gaan tekenen. Ja, vandaar een beetje die Schotse pet. Ja, is het Ierland, is het Schotland? Waar doen ze nou dat darten? Waar is dat nou echt een nationale sport? Goed, laten we eens darts gaan tekenen. Ja, vandaag wil ik met jullie darts gaan tekenen. Nou, dart, hoe ziet nou bijvoorbeeld zo'n dartbord eruit? Hoe teken je dat dan? Nou, laten we eens beginnen met die cirkel. Een beetje een mooie cirkel worden, zo. Daarin weer een cirkel. Wordt wel lastig om daar een beetje dezelfde afstand aan te houden. Mag je iets best wel vertraagd doen. En dan zit er vlak daar langs nog een cirkel. Ja, ik heb niet gezegd dat deze makkelijk is natuurlijk. Hè. Hier binnen volgt nog een cirkel. Ik zie altijd dat het steeds minder op een cirkel gaat lijken. Ook met een dubbele lijn. En het hoeft niet helemaal strak te zijn natuurlijk. Hè. En hier de middenstip, de boel. En er zit ook nog een cirkel omheen. Goed. En dan weer de 0. De 0. 20. Maar die zit helemaal niet bovenaan. Dat is wel leuk dat ze... Nou goed, maakt niet uit. Dan hebben we de 1, 18. En zo gaat dat door. 4, 13, 6. Die zit op een kwart. Dan de 10, 15, 2, 17. Onderaan de 3. Dat is wat lastig weergeven zo met een met zo'n stift. Er zit al gauw te dik te tekenen. 7, 16, 8, 11, 14, 9, 12 en 5. Nou, daartussen gaan we lijnen trekken naar het middelpunt toe. Of tenminste, bijna het middelpunt. Eigenlijk tot het buitenrandje. Ik ben al te ver gegaan hier. Zo. Zo. Trouwens hoeven we ook niet helemaal tot het getal te lopen. Dus eigenlijk moeten ze tot hier. Ik ben eigenlijk alweer te ver gegaan. Zo. Kijk maar, dit is een stuk beter. Zo. Ik zeg al, het is niet makkelijk deze keer. Kijk, het wordt al steeds meer een dartbord. En dan heb je zwarte vlakken en gekleurde vlakken. Nou ja, die gekleurde vlakken, dat wordt wat lastig. Maar we kunnen al wel deze vlakken opvullen met zwart. Zo. En dat is om en om. Dus dit is zwart. Deze zwart. Deze zwart. Deze zwart. Nou, en die buitenring is eigenlijk ook zwart met metalen cijfers. Ik zeg, dan hadden we die uit moeten sparen. Dat is dan weer wat lastiger. En als je natuurlijk stiften, gekleurde stiften hebt, dan kan je ook nog eens de kleurtjes rood en groen erin in aanbrengen. Nou, die hebben we dan niet. Tenminste, ik heb hier volgens mij ook geen gekleurde stiften liggen. Ik kan even kijken. Nee, volgens mij niet. Nou, helaas. Dat is dan jammer. Maar we hebben in ieder geval het dartbord. En hier zit dan de boel. Die is niet zwart, maar die is rood. Doen we nu even zwart tekenen. Goed. In die zwarte vlakken zijn de tussenlijntjes rood. En binnen de witte vlakken zijn die lijntjes. Die zijn groen. Goed, we hebben een dartbord. Maar daar moeten we natuurlijk pijlen in. Hoe teken je nou zo'n pijl? Laten we nou maar eens gewoon die pijl tekenen. Zo. En dan zit hier het bovenste stuk
zeg maar dat daar komt die punt. Weer een punt. Die pijl. Zo. En dan is dit van metaal. Zo. En dit is kunststof. Meestal. En dan zit hier een flyer op. Of zeg maar een... ja, hoe heet het? Een flyer. Ja, ik weet het. Nee, het heet geen flyer. Het heet anders, maar goed. Ik weet nu even niet meer hoe het precies heet. Maar zo, en dan hier en ook. Ja, het bestaat uit vier delen. En daar staan dan vaak afbeeldingen op. Iets van een logo. Nou, zullen we er nou eens een stip op zetten zo. Zo. Dat is niet helemaal goed getekend. We kunnen hem ook nog eventjes in 3D tekenen. Proberen. En we gaan ons best doen. Hoe ziet zo'n flyer er in 3D uit? Nou, dus flyer in 3D. Gaan we gewoon even proberen. Zo. 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 En zo. Zo. En die zit dan op de pijl geschoven. Stukje kunststof weer, stukje metaal en de punt. Dan komen we hier niet helemaal, dan zitten we hier even met het bord in de weg. Nou, zo ongeveer. Alleen wordt dit wel een hele zware, dit loopt taps toe. Dit is wel een hele zware pijl zo geworden. Maar goed. Ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met dartpijltjes. Misschien moet je daar vanmiddag lekker een bordje gaan darten. En als je zelf geen bord hebt, dan zou ik dat lekker in een café gaan doen waar ze een dartbord hebben. Hartstikke gezellig. En anders wel lekker thuis, kan ook. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.